Voor FC Groningen stond het oefenduel tegen Rood-Wijs Erfurt vooral in het teken van het proberen van een nieuw systeem met twee aanvallers en twee spelers kort daarachter. Het leverde voor rust een FC Groningen op dat de wedstrijd geheel onder controle had. Ik was zeer tevreden over de eerste helft. Ik denk dat we de eerste helft heel dominant gespeeld hebben. Veel kansen gecreëerd en eigenlijk moet je met de rust gewoon 0-3 voorstaan. Een paar hele goede reddingen van de keeper van de tegenstander, dus dat was jammer. Ik ben wel tevreden over hoe we het opgepakt hebben vandaag. We hebben natuurlijk nog niet veel kunnen trainen in de manier hoe we vandaag gespeeld hebben. We hebben er wel uitgebreid over gesproken en ik vond het voor de eerste aanzet uitstekend. Dus daar ben ik wel tevreden over. Ja. Je bent minder tevreden over de tweede helft? Ja, ik vond de tweede helft wel wat wisselvalliger. Maakten we meer fouten. Waar de eerste helft eigenlijk Erfurt totaal niet in de wedstrijd is geweest, werd het de tweede helft wel een wedstrijd. Een hele open wedstrijd, want wij kregen ook nog genoeg kansen om te scoren. Dus ik denk dat het wel een leuke wedstrijd was hier voor het afscheid. Maar zoals we de eerste helft speelden, was beter dan de tweede helft. Van der Looij begon de wedstrijd met Henk Bos als een van de twee spelers achter de aanvallers Hoessen en Van der Velde. Bos kreeg daarmee de voorkeur boven Jorginho Antonia. Omdat ik Henk Bos in de kleine ruimtes graag wilde zien. En ik vind ook wel, en dat heb ik al eerder gezegd, we zijn een tijdje bezig. Een week of een wedstrijd of 8. En dan evalueer je zeker omdat je vindt dat het spel wat je speelt op het moment eigenlijk niet goed genoeg is. Niet helemaal is wat je wil. En dan kijk je naar je systeem. Daar hebben we iets aan gedaan. En je kijkt ook naar persoonlijke invulling. Het is dan ook soms tijd om andere jongens een keer een kans te geven. Dat hebben we vandaag gedaan. En ik vind dat die jongens het goed gedaan hebben. Antonia deed het na rust goed met het enige Groningen doelpunt. FC Groningen maakte goed gebruik van de snelheid van de aanvaller. We hebben het goed weggestoken, komt alleen op de keeper af en scoorde. En die momenten lagen er nog wel meer. Dus ik vind dat die ontevredenheid van de tweede helft komt daar ook wel een deel vandaan. Dat we heel veel kansen hebben laten liggen om gewoon meer goals te maken. De eerstvolgende wedstrijd van FC Groningen is op zondag 19 oktober. Dan komt Excelsior op bezoek in Euroborg. Van der Looij hoopt dat dan verschillende spelers terugkeren uit de ziekenboeg. Waardoor de keuzemogelijkheden voor Van der Looij weer groter worden. Dat zal kiele worden richting Excelsior. Maar ik hoop dat ze volgende week wel een aantal jongens gaan aansluiten. Waardoor we ook op verschillende posities weer meer mogelijkheden hebben. Ja, okay. Welke jongens hoop je dan? Nou, dan hoop je op Benet, dan hoop je op Hiarie en dan hoop je op Mahi. Dat zijn eigenlijk de drie jongens waar ik op hoop. Natuurlijk stond de wedstrijd tegen Rood-Wijs Erfurt ook in het teken van het afscheid van het Steigerwaldstadion. Het onderkomen van Rood-Wijs Erfurt. Van der Looij genoot volop van de festiviteiten rondom het afscheid. Wat deed denken aan het afscheid van het Oosterparkstadion eind 2005. We komen net van buiten en het afscheid was heel goed. Veel publiek was er vandaag, van tevoren al allerlei activiteiten. En na die tijd met fakkels, met vuurwerk, ik denk dat het een hele mooie avond was. Zeker voor de mensen hier. Maar voor ons was het ook heel leuk om hier aanwezig te zijn. Ja, en ook heel nuttig. Ja, zeker heel nuttig, omdat nogmaals, we wilden graag wat nieuws proberen, wat anders proberen. Omdat we vinden dat we willen heel graag gewoon beter gaan spelen. En ik vind dat we daar een hele goede aanzet vandaag hebben gegeven. Met een speciale vaan en een shirt had FC Groningen teammanager Bas Roorda ook nog een cadeau voor Rood-Wijs Erfurt. Het wordt een mooie plaats voor ons bekomen. Ja, de vaan en het shirt zullen straks ongetwijfeld een mooie plek krijgen in het geheel gerenoveerde Steigerwaldstadion. We willen in de volgende 2 jaar dan ook afstijgen in de tweede Bundesliga met nieuw stadion. Van daar heute een zeer bewegender moment, een historischer moment. Het was een zeer schöner, emotionaler avond.